deze video gaat het eindelijk gebeuren. Ik heb volgens mij wel 1000 comments gekregen met deze challenge. Het vergde wat planning, maar dan is het uiteindelijk toch gelukt. Ik ga proberen 24 uur lang in Sean's huis te zitten zonder dat hij het doorheeft. Ik moest ten eerste een dag vinden waarop Sean thuis was. Dat was niet heel moeilijk. En vervolgens moest ik zorgen dat zijn ouders mij dus binnenlieten. Dus die zaten in het complot. Omdat ik van tevoren wist dat Sean vooral waarschijnlijk van de woonkamer naar zijn slaapkamer zou bewegen, moest ik een manier vinden om bij zijn slaapkamer te komen, zonder dat hij mij tegen zou komen of horen. Ik kwam in een aantal spannende situaties terecht en ook wel grappig. Ik denk dat jullie dit wel leuk gaan vinden. Bedankt voor de challenge, guys. En hey, Ali, ik zie dat je nog niet bent geabonneerd. Ik zie het. Klik maar op die abonneerknop. Het is gratis. Dankjewel. Oké, ik sta hier dus in de gang bij Sean. En hij is nog niet thuis. Zijn ouders hebben me natuurlijk binnengelaten. Wat denken jullie dat het de beste verstopplek is? Ik wil hem daar gaan filmen, toch? Nou, het is wel leuk als ik hem op beeld kan krijgen. Maar hij komt zo thuis. Dan ga je daar toch achter die plant zitten. Maar komt hij niet hierheen, denk je? Nee, normaal gesproken doet hij dat nooit. Dan gaat hij gewoon meteen naar boven? Meestal wel, ja. Oké. Dan denk ik dat ik gewoon hier achter de bank ga zitten. Of achter de tafel, wat is het? Lukt-ie? Ja, dit werkt wel. Ja, dat zie ik hier. Okay. Toen was het nog even wachten totdat Sean thuis kwam. En daar gaan we dan. Om een colaatje te pakken. Ja. Als hij nu gaat kijken, dan is voorlopig niet beneden. Nee. Denk je dat hij het hoort als ik naar boven ga? Ja. Eerste trap niet, tweede trap wel. Ja? Ja. Raak. Oh. Oh. Nee. Kat op de plaats. Oh. Dat is afleiding, dat is goed. Oké. Ja, ik ga naar boven. Bel. Sean's kamer zit dus op de zolder, op de bovenste verdieping, dus ik had het plan om naar de eerste verdieping te gaan en te wachten tot hij naar beneden ging, zodat ik vervolgens naar zijn kamer kon sneaken wanneer hij terugkwam.
idee. Want als ik hem bel, of nee, ik ga hem facetimen. Hij heeft toch niet door dat ik hier zit dan, of wel? Even kijken. Ik film gewoon het plafond. Ja. Yo, Sean. Yo. Wat ben je aan het doen? Aan het barstolen. Ik kom straks een potje. Ja, ik ben met mijn ouders nu. Maar ik dacht misschien als je in de buurt bent. Ik ben in Beverwijk dus. Inschieten. Oh, oké. Okay. Nee, is toch goed? Is toch goed? Oké. Okay. Oké, okay. Ik spreek je later. Yo, mazzel. Hoi. Oké, okay, hij heeft inderdaad zijn koptelefoon op. Ik wil echt zo graag naar zijn kamer toe. Als hij, zeg maar, zijn kamer uit is, wil ik, zeg maar, zijn kamer in proberen te sneaken. Dat zou echt fucking grappig zijn. Ik ben wel eens vaker in zijn kamer geweest en ik weet alleen niet of hij een goede verstopplek heeft daar. Ik denk eigenlijk niet. Ik weet ook niet waar zijn PlayStation staat. Als ik, zeg maar, stel ik kan achter hem zitten bijvoorbeeld, dat hij aan het PlayStation is. Nou, en ik zweer het je, ik zat te wachten. Maar die gast beweegt zich gewoon niet. Het duurde zo lang. Oké, okay. Het duurt zo heel lang. Ik denk dat ik gewoon ga proberen te kijken. Fuck it, toch? Ik wil gewoon even kunnen filmen van de achterkant. Het zou wel heel grappig zijn. De vloer kraakt zie je. Dus ik wil de schoenen. Ga je die minuutje box pakken bij de shop? Ja, hij zit wel in een leuker gebied. Oh. Zomaar gaat Siri luisteren. Twee uur later en deze man zat nog steeds te gamen. Oké. Het is al helemaal donker. En deze man zit nog steeds te gamen. Huh. Ik hoor het glas breken, kijk uit. Ik ga denk ik aan Julia vragen of ze hem kan... Links, rechts, rechts!
dan? Ja, goed, ik was graag op benieuwd hoe het gaat. Oh, echt? Ja. Ja, gewoon goed. Het gaat lekker, man, op Insta. Godverdomme. Ja, gaat wel. Heb je al met Joël gedate? Ik vind nog steeds dat dat er moet komen. Vind ik ook. Nee, dat was er niet. Dit Joël is hartstikke lief, jongen. Ik geloof niet dat hij nog is. Nee, maar dat zeg ik ook niet. Nee, jij zei, je kan de pot op met je grapdek. En, nou goed, ik ga weer door met... Yes. Ja, ik ga even happy halen ook. What the fuck? Hoe zag je dat? Wacht even. Steve zit ineens in mijn kamer. Ik ben zo terug. Hey, maar weet je wat ik had? Ik kom hier binnen, ik ruik ineens jouw geurtje. Nee. Ja, echt. En ik hoe ruik die ramen? Ik ruik natuurlijk altijd aan jou. Gewoon doorgaans. Wat doe je hier al, hè? Nou, niks. Gewoon even kijken. Ja, dat stof van je bureau. Oh ja. Ja, dat wordt nooit meer gebruikt. Maar, nou, dan ga ik maar weer. Het is weer schoon. Hoe lang ben je hier? Is het zo'n video dat je in mijn huis moet... Ja, je had het wel verwacht. Ja. Het moest een keer gebeuren. Ik kom het zo vaak gehad. Je hebt het hier nog over gehad zelf. Hè? Maar waar zat jij dan? Ik zat hiernaast en beneden en in de badkamer. En, Maar hey, hoe zag je dat dan? Ik zou het niet zien hoor, als ik hier kwam. Nou, ik zat hier. En ik ruik, dus ik keek zo. Want ik vond het een heel rookje dat ik daar zat. Nee, maar ik rook dat geurtje van jou. Dus, what the fuck? Ik heb nog een nieuw geurtje. Maar, Nou, ik zat hier. Kijk dit ook. Oh ja, ik hoorde jou praten over minicondooms. Ja, dat ik dus voor een vriend gekocht. Ja. Een vriend gekocht. En omdat ik eigenlijk hoopte op een wat spectaculairder einde, heb ik hier nog even een reenactment gemaakt samen met Sean, speciaal voor jullie. Wow, Sean! Huh? Je bent betrapt! Je bent spoor aan het kijken! Geef me ook wat! Kijk je dat gewoon op YouTube? Wat doe je? Kijk je dat op YouTube? Ja, blijkbaar. Sexy girl moaning. Oh. You like that?